Goedemorgen. Wes is er vast op de piano te spelen. Dit is de tweede vlog. Het is vandaag vrijdag. En ja, Wes heeft er zin in. We gaan vandaag even geïnteresseerd zoals ik al gisteren aangaf. En ja, het gaat mooi worden. Yo, we zijn hier met z'n viertjes. Ja, Thijs, je zit achter mijn rug. Ja, we zijn compleet en we gaan lekker zo knallen in Kronenburg. En het gaat nice worden. Hoppa. Kronenburg, ja daar. Ja, dat weet ik niet hoor. Zo, we hebben net lekker een tijd voorbeden gehad. Het is gewoon heerlijk hier gewoon in de buiten. Met ons boxje aan. Blauwe boxje hebben we hier. Instrumentaal ding. Gewoon lekker samen gebeden, voorbeden gedaan en Heilige Geest uitgenodigd. Het is zo geweldig om te doen. Gewoon aanbidding hier gewoon buiten waar mensen het kunnen zien. Come on, de kerk is geboren op straat. Laten we daar terug naartoe gaan. Yes, met een paar mensen mogen aanspreken, voor ze mogen bidden. Ze stonden hier allemaal niet heel erg open, maar toch hebben we genezing mogen uitspreken. En dat is mooi, gewoon de liefde van God mogen delen. Net als nog een vrouw mochten vertellen over Jezus. Ja. Ze was vol bewondering, ze was ook gelovig. Ja. Ja, dat zag ik wel. Ze had veel vreugde en een vrede. En ja. Ze vertelde ook, wat we doen is mooi. Ze wilde dat meer mensen dit zouden doen, zodat de wereld een stukje beter wordt. Ja, precies. Er is veel werk te doen. Dus guys, als je dit ziet, come on, wees gewoon een licht in je omgeving, weet je wel. Come on. Halleluja. Mountains and the seas, your river runs with love for me. And now will open up my heart to let a healer set me free. I'm happy to be in the truth. And I will daily lift my hands. For I will always sing when your love came down. Oh, I could sing of your love forever. 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 And oh, I feel like dancing. Hey, come on, come on. Oh, yeah. It's foolishness, I know. Zo. We zijn even bij Nico. En dit is niet mijn gitaar, het is Nico's gitaar, maar dat is mijn gitaar. Dat heb ik zojuist gekregen van Nico. Kijk eens aan. Bedankt Nico! Dat was het. Wauw, dit is mooi. We zitten hier lekker God te aanbidden. Op de achtergrond hoor je gitaar, zie je de gitaar. En die gitaar die is niet van mij, maar ook weer van mij. Ik heb hem net gekregen van Nico van Renkum. Thanks Nico. Echt geweldig. Tas erbij. Nou ja, tas. Ik moet nog een nieuwe tas voor hem kopen, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon geweldig om te zien wat God gewoon doet. Ik heb een oproep geplaatst op Facebook. En nu mag ik gewoon een gitaar hebben, weet je. Dat is echt een goeie. Het is een Taylor. Het is een mini Taylor. En hij klinkt zo lekker mooi warm. Maar goed, we zitten hier dus eventjes gewoon God aan binnen een half uurtje lang. En ja, uiteindelijk komt er een dakloze. Komt naar ons toe lopen en die geeft de enige centjes. 15 cent. Maar weet je, de dakloze geeft wat hij heeft. Maar de rest geeft niets. En het is een patroon wat we vaak zien. De mensen die weinig hebben, die geven alles. Maar de mensen die veel hebben, die zijn te gierig om te geven. En ja, weet je, ik roep je op. Wees niet te gierig om te geven. Durf je hele leven te geven aan Jezus. Durf alles, elk aspect te geven. Financiën, maar ook gewoon je schaamte, je zorgen, al je dingen, weet je. Dat je hele leven gewoon opgeslokt mag zijn door Jezus. Halleluja. Goed. We staan hier dus bij Kronenburg. En het was een... geweldige middag. Thijs en Samuel hebben een aantal toffe dingen meegemaakt. En ik en Westie hebben ook toffe dingen meegemaakt. Geen spontane meteen genezing. Soms wel een klein beetje verschil of verandering. Maar gewoon zoveel mensen mogen zegenen met Gods liefde. Echt gewoon tientallen. Vele mensen die we tegenkwamen zeiden dat ze een keer eerder hadden gebed ontvangen. Gebed hadden ontvangen van andere gebedsgenezers. Dus jongens, het zijn weinig mensen, weinig arbeiders. En zij doen het meer dan de helft van het werk. En dit is jammer. Maar toch, er gebeurt al zoveel met zo weinig mensen. Wat nou als we allemaal in actie zouden komen? Wat nou als iedereen die het filmpje kijkt gewoon morgen voor iemand gaat bidden die ziet lopen met krukken of in een rolstoel. Gewoon bidden, weet je. Bidden kan geen kwaad. Het is gewoon dat je iemand zit te zegenen. En dus, ja, dat zou zo tof zijn. Dus we hebben hier gewoon een geweldige middag gehad. Gewoon een gitaar gekregen, jongens. God is zo goed. En 15 cent rijker. Come on. Dus, ja, God is zo goed. Wauw. We zitten nu op een terrasje. En iemand heeft ons getrakteerd. Dus
onze meneer daar ongeveer in het wit op de achtergrond bij de fietsenstalling. Heeft hij gewoon getarteerd op een drankje en alles. Gaf ons een knuffel, mochten we mee praten over Jezus. Het is gewoon, God doet dat, weet je. Het is gewoon zo mooi. Weet je, je geeft je hart in Jezus, je geeft je planning aan Jezus en hij plant het in. En je hebt gewoon een leuke dag. God is goed. Come on. Wauw, Ron en Monique kwamen nog langs. Kijk eens, kijk. Oh ja. Maar goed, dit is mijn nieuwe straatbeeld in Arnhem. Maar goed, Ron en Monique waren Thijs en ik gisteren nog voor mochten bidden. Kwamen toevallig weer langs bij Kronenburg en had een toeval. Halleluja. Super grappig, joh. Come on. Dank je, Jezus. We mochten weer voor ze bidden. Nou, het was gewoon een goede tijd van een bidding. Het is gewoon leuk om te zien wat God allemaal doet. Allemaal avonturen. Westy is weer op de bus met de trein. Weer terug naar Hardersveld. Geen idee hoe het heet. Maar ja, en vanavond lekker een tijd van een bidding. Come on, Jezus. Halleluja. Ik zit de boodschappen van Samuel te sjouwen. En Josse. En Samuel voelt zich nu helemaal de coole gitaarman. Josse, de coole moederman. Ja, we hebben hier wel door. Maar kijk, ik ben met mega. Ik krijg zo'n Afrika-dienst op mijn hoofd. Dus, maar dat was niet op jouw hoofd. Je bent zelf een hoofd. Dankjewel. Graag gedaan. Ilse de gitaarmoeder. Ilse de gitaarmoeder. Daniel, loop eens door. Ja, wat dan, jongen? Zou ik... We zijn agressief tegen ganzen. Ganseninvasie. Gaat ie. En doen wij alle ganzen weg. Kijk hoe gaan. Hoppa, zo, ik ben weer thuis. Het was een goede avond. En na afloop besloot ik gewoon te gaan rennen. Ben ik helemaal uit Rijkswoerd gaan rennen naar Arnhem Centraal. En vanaf daar de ene laatste trein gepakt. Of de laatste trein naar Westervoort. Dus dat was 5 kilometer rennen. Dan heb ik ook weer wat gedaan. Dus dat was een interessante dag. Ganzen wegjagen, een beetje rennen, een beetje muziek maken, gitaar krijgen. Van alles en nog wat. Op naar morgen. Yo!